Hey gasten, Tom en Timo hier en we hebben weer een nieuwe Bro Gaming analyse video voor je. Vandaag hebben we Haken. Mission Assault. Missile Assault, echt, dit is best wel een lijpe gameplay. Of eigenlijk een game mode, sorry. Je hebt dus je mech, zoals altijd een Haken eigenlijk. En je moet een paar bepaalde punten innemen. Die bepaalde punten, dat zijn een soort missile towers. Zoals je hier ziet, schieten die dingen af op de basis van je tegenstander. Dus rechtsbovenin zie je dan de health. En links bovenin zie je jouw helft. Ja, dus middenin zie je welke punten ingenomen moeten worden. Je ziet ook de map waar je dat moet. Dat is wel zo handig. Ja. De tegenstanders krijgen dus een mooi vakje eromheen, zodat je een beetje weet waar je heen moet schieten. Ja, precies. En het is, ik wil niet zeggen meer van hetzelfde, maar het geeft wel even een beetje wat ander gevoel dan de andere game modes, dan Team Deathmatch bijvoorbeeld, of Siege. Want het is weer net allemaal anders. Het principe blijft natuurlijk hetzelfde. Je hebt je Haken mech. Maar deze keer moet je dus bepaalde punten beschermen en die ook weer innemen. Ja, hiermee krijg je dus teamplay veel hoger dan in Team Deathmatch en in Siege, denk ik ook wel. Nee, Siege is ook heel veel teamplay based. Okay. Want in je eentje tegen een andere mech, ja, de kans dat je daar uitkomt is natuurlijk minder groot dan als je met een team bent. Want je kan geen headshots maken. Inderdaad, dus nu heb je team wel nodig om die punten in te nemen, natuurlijk kills te maken. Ja, precies. En ondertussen moet je gewoon de vijand blijven spotten, want je kan dus spotten met Q. En het geeft een heel ander gevoel, omdat je dus echt puur de hele tijd samen met je team bezig bent. Als je team aan het aanvallen is, ga jij naar achteren, ga jij even repareren, terwijl hun nog steeds aan het drukken zijn op de vijand. Ja, je hebt boven een minimap. Dat is altijd fijn, maar je kunt dus ook de minimap uitvergroten. Ja, dat kan met... Dat is inderdaad heel fijn om... Met CLV, want het is wel heel erg verwarrend af en toe. Want dan loop je gewoon door de map heen en dan weet je echt niet waar je bent of hoe je eruit komt. Nee, inderdaad, nou... Het spawnscherm weer. Hè? Als je doodgaat, ga je dus naar het spawnscherm. Dan kun je, hier kun je dus nieuwe wapens kopen. Nee, alleen... Of installeren. Ja, erop zetten als het ware, ja. En je gebruiken alweer gelijk. Ja, en daarbij komen ook vette add-ons, zoals Extinguisher, die heb ik er nu op zitten. Daarmee, als je wapens oververhit zijn, dan kun je die Extinguisher gebruiken en dan zet je wapens gelijk weer van de cooldown af. Fast reload, zeg maar. Ja, een soort fast hand als in Call of Duty. En je ziet hier, we zijn het punt in innemen en we hebben hem ingenomen. En dat is even op de loer blijven voor vijanden. En even kijken waar ze vandaan komen. Ja, teammates zijn nu bezig gaan naar andere punten in te nemen. Ja. Het ding is de toren 3. En nou gaan we naar het midden, want daar is schijnbaar een gevecht aan de hand. Kijk maar, hij loopt om met hele lage helft. En dan begint het geknal weer. Je moet heel erg opletten waar je vandaan komt in Haken. En waar de tegenstanders zich bevinden. Dan moet je de hele tijd nog meer in de gaten houden dan met Call of Duty. Ja, je bent veel trager met draaien natuurlijk. Ja. Want je bent een lompe mech. Het draaien is natuurlijk trager. Maar je hebt wel je indicator van, hey, rechts word je neergeschoten. Ja, precies. Maar dan alsnog moet je wel weten hoe je zo snel mogelijk vandaan komt. Inderdaad. Goed, dit potje hadden we gelukkig gewonnen. Dus dat was de Haken Missile Assault Analyse. Defense Analyse video. En tot de volgende keer. Bro Gaming out.